Dirk Meijers, trainer van Achilles 29. 4-3 winnen van NAC in de beker. Dan is het allemaal hosanna. En wat is het? 4-5 dagen later met 6-1 onderuit tegen Dijk. Wat een week van uiterste voor jullie. Ja, klopt. Maar dat past wel bij een hele nieuwe groep. Waarmee wij in juli zijn gestart. En met deze nederlaag, die had ik al ergens in mijn achterhoofd zitten dat dat ons een keer zou overkomen. En ik vind het niet onlogisch dat het vandaag gebeurt. Maar dat het 6-1 wordt, dat had je niet verwacht, denk ik. Nee, maar goed, ik vind dat we slecht in deze wedstrijd beginnen. Daarna vond ik ons wel de wat betere partij. Komen we wat beter voor de dag, maken we ook de 1-1. Dus tot de rust was eigenlijk niets aan de hand. Ja, en na de rust komen we gewoon heel slecht uit de kleedkamer. En spelen we een bal binnen door en dat is 2-1. En dan krijgen we daarna wel twee goede kansen op 2-2. Bal op de lat. En dan komt er een veldverwijdering van ons en dan is het over. Ja, de tweede gele kaart voor de Clare. De eerste op de middenlijn op El Ghurari vond ik wel redelijk terecht. Maar bij de tweede had ik niet de indruk dat het een pittige overtraining was. Nou, weet ik niet, maar in mijn beleving moet je natuurlijk wel oppassen als je al geel hebt dat je in ieder geval geen sliding inzet op de middenlijn. Dan kan het altijd zijn dat je een keer te laat bent of dat de scheidsrechter dat verkeerd beoordeelt. Dus daar moeten wij slimmer mee omgaan en dat moeten wij schijnbaar nog leren met deze groep. Ja, je wil daarna wat omzetten, je wisselt ook twee keer, maar je bent er eigenlijk niet meer in die wedstrijd geweest daarna. Nee, kansloos. Gewoon kansloos verloren en dat de score zo hoog oploopt. Ja, dat heeft gewoon te maken met het feit dat wij toch de aanval bleven zoeken. En kijk, als wij met z'n allen, met z'n tienen voor de kool gaan hangen, dan wordt het misschien 4-1 en nou wordt het 6-1. Ja, maar dat staat toch wel even wat anders op de hele tekst. Ja, dat klopt. Maar dan gaan ze volgens mij heel snel weer gummen ze dat weer uit, geloof ik. Hè? Dus voor mij mag dat morgen alweer uitgegumd zijn. Gelukkig maar. Ja, dank je. Goeie terugreis. Ja, dankjewel.